staan hier in Zwolle aan de Harmsmeengekade. Wat is hier precies voor een brand geweest? Om 3:45 kreeg onze meldkamer een melding binnen van brand in de keersluis in Zwolle. Daarop zijn ze natuurlijk uitgerukt en er breekt al vrij snel sprake van een uitslaande brand. In een appartement in het gebouw? Ja, in een appartement in het gebouw. Ja, klopt. Had de brandweer snel onder controle? Want het werd nogal snel opgeschaald tot grip 1 toe. Ja, er is snel opgeschaald. Met name ook omdat het een pand is met nogal wat bewoning, wat verschillende woonlagen. De brandweer had de brand inderdaad snel onder controle. En nu wordt alles ingezet om laag voor laag het gebouw te controleren. Mensen zoveel mogelijk naar buiten te halen als het nodig is. En ze nabij op te vangen. Het gebouw wordt dus helemaal geëvacueerd? Helemaal weet ik nog niet zeker. Er wordt laag voor laag gekeken of er rook hangt, of het schadelijk is, of mensen wel of niet kunnen blijven. En afhankelijk daarvan gaat de brandweer zoveel mogelijk mensen naar buiten halen. En die worden opgevangen in een gebouw daarnaast? Ja, worden nabij opgevangen, ja. Zijn er gewonden? Er is een aantal mensen met rookinhalatie en die zijn worden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Oorzaak? Ja, over de oorzaak heb ik nog geen informatie, nee. Maar er is groot opgeroepen, dat is echt voor hulpverlening en de brand is uit, neem ik aan. Ja, de brand is in mijn beleving uit. En inderdaad, alle mensen die we hier hebben worden nu ingezet om de mensen zoveel mogelijk naar buiten te brengen. Het zijn mensen die hulp nodig hebben, dus daar moeten ze echt bij geholpen worden. Ja. Mensen kunnen voorlopig nog niet terug naar hun woning. Voorlopig wordt er dus opvang geregeld in het naastgelegen gebouw. Ja, we zijn bezig om te kijken of mensen voor langduriger opvang een plek nodig hebben. Maar de schade en de rook die er hangt is nog wel zodanig dat mensen in elk geval het weekend nog niet terug kunnen.
was ook tussen de auto's laag gebleven. Ik vond dat het nog vrij snel.